Nou, opnieuw een visite bij Joannika Ring in het Brabantse Overlangel. Joannika, ik ben hier nu een paar dagen. Hartstikke bedankt voor je gastvrijheid. En ik heb je zo'n beetje geobserveerd natuurlijk ook. Hè? En jij lijkt me een vrouw die overal ja op zegt in het leven. Is dat zo? En zo ja, is dat dan zeg maar het geheim voor een gelukkig leven? Overal ja op zeggen? Nou, ik weet wel dat er geen verzet in mij is tegen iets. Daar ben ik een hele tijd geleden mee opgehouden. Ja, jij beweegt mee met wat zich aandient. Ja, maar moeiteloos. Dus ik heb zelf helemaal niet het idee dat dat gebeurt. Ja, jij misschien wel, ja. Maar... Ik ben een keer met iemand meegereden een tijdje. Dat vond ik zo apart gezegd eigenlijk. Die zei, zo gek, als ik met jou ben, dan voel ik mijn ego niet. Ja. Dat is toch wel een compliment, of niet? Ja, dat is zeker een compliment. Maar het valt mij ook op dat het verzet tegen wat is bij mij ook wel min of meer wegvalt hier. Ik heb vaak in sociale situaties... de drang om het allemaal een bepaalde kant op te sturen. Hè? Van, oh, ik wil per se bijvoorbeeld dat we vanavond film gaan kijken. Dus ik ga alles in het werk zetten om iedereen zover te krijgen dat we vanavond film gaan kijken. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Bij jou? Nee. 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 Maar bij mij valt ook automatisch de drang om proberen mensen een kant op te sturen. Bij jou ook weg. Hoe komt dat dan? Dat weet ik niet. Dat is gewoon... kijk, ik maak geen plannen, ik heb geen verwachtingen, weet je. Dus dan is eigenlijk alles nieuw en leuk. En dat wat anderen vinden, dat vind ik ook altijd heel erg leuk. Want die ander, die zie ik toch niet zozeer als iets wat afgescheiden is van mij. Ik heb wel heel veel belangstelling voor hoe mensen zich het prettigst voelen. En hoe ze zich laten zien. Dat vind ik wel belangrijk. Maar geniet je daar dan van mee? Of hoe werkt dat dan? Ja, weet je. Kijk, binnen het geloof van de persoonlijkheid denk ik dat je er nog steeds een verlangen hebt om gehoord te worden. Of om bevestigd te worden of iets in die richting. Mm-hmm. Maar als dat wegvalt, dan is alleen de ander er nog voor om te bevestigen... als daar nog heel veel verteld wil worden, toch? Maar jij cijfert jezelf dus niet weg? Nee, ik ben onderdeel ervan. Onderdeel van? Ik ben zelf een onderdeel van wat gezien wordt. Dus er is iets wat ziet mij bewegen, maar ook jou bewegen. Mm-hmm. En dat is een samenspel van evenwicht. Ja. Dus het is hartstikke leuk. Is even heel simpel uitgelegd. Stel nou, ik zit hier bij jou op de bank heel erg verdrietig. Ja. Maakt dat automatisch bij jou misschien iets los van heel vrolijk worden om mij dan ook weer vrolijk te krijgen? Of hoe? Oh nee, ik denk dat ik veel eerder zeg maar de sensatie van de energie die uitstraalt als het ware absorbeer. En dan word je ook verdrietig? Nee, want ik geef daar geen betekenis aan. Want ik geef geen betekenis aan die sensatie. Mm-hmm. Dus het is gewoon bewegende energie die waargenomen wordt in... Ja, waarin? In de ruimte. Ja. En als je daar geen betekenis aan geeft... Kijk, dat is het punt. Je geeft altijd betekenis aan alles wat je voelt. Dus je zet er een woord bij of je plakt er een verhaal aan vast. Maar als dat geen grond meer heeft om zich in te... nestelen, dan kan het vrij in de ruimte oplossen. Ja. Dan hoeft er niks meer mee te gebeuren. Nee, maar misschien kan er nog iets mee gebeuren door aan het toetje te trekken. Ja, hoe zou je, dan zou je me nog verdrietiger maken? Of? Nee, dan zou je dus door de energie zeg maar volledig los te peuren, of hoe heet dat, dan zou je dus iemand kunnen laten vertellen wat er speelt. Ja. Het verhaal geloof ik toch niet. Maar ik geloof wel de energie eronder. Ja. En dus dan maakt het jou niet uit dat je daarvoor mee moet spelen alsof je het verhaal wel gelooft. Nee, dat hoeft niet, want ik weet zelf wat verdriet is.
Dus het hoeft alleen maar gehoord te worden vanuit een afgesplitst deel wat je kennelijk daar nog mee zit. Mm-hmm. Dat kan alleen maar als je het zelf herkent. En dan heeft het niks met opofferen te maken. Het is een herkenning van iets wat dan... Het valt eigenlijk in elkaar weg. Heb je wel eens gehad dat je iemand ontmoet die misschien heel weinig heeft meegemaakt? Mm-hmm. En dan zou jij misschien een verhaal kunnen vertellen over iets en dat komt helemaal niet aan. Mm-hmm. Zeg, oh ja, interessant, zegt zo iemand dan. Ja, want hij voelt niet wat jij voelt. Nee. Dus dan kan het ook niet bij jou losgelaten worden of in de leegte oplossen. Dat gaat dan niet, dan hou je het nog steeds binnen. Ja. We hebben in een eerder gesprek gisteravond of eergisteravond wel eens over gehad dat alles een soort uitdrukking wil vinden in de wereld, hè? Ja, jij wil het over die tegenstelling. Meer dus bijvoorbeeld, stel ik voel heel erg een drang om iets te doen. Hè? Ik ben bijvoorbeeld helemaal lyrisch over het feit dat ik een boek wil gaan schrijven. Dan praat ik daar met Jan en alle man over. Hè? Ja. Maar dan zou ik bij mezelf kunnen denken, ja, leuk dat je er met Jan en alle man over praat. Maar begin nou maar eens met dat boek te schrijven. Mm-hmm. Ja. Ja, dat klopt. Want nou ja, allereerst zal je toch een idee moeten hebben. Een impuls om het te doen. Mm-hmm. Maar daar blijft het zo vaak bij mij bij. Ja? Ja. Duizend en één ideeën, maar er wordt niet echt iets concreet. Nee? Nee. Ja, dat zou wel veel spanning kunnen geven in je fysiek systeem. Dat je wel de impuls krijgt met de bijbehorende energie. En dat die niet wordt uitgewerkt, als het ware. Maar een begin is misschien ook wel moeilijk, omdat het misschien iets is wat je nog niet kent. Ja. Hè, dus, kan ik dat wel? Ja, weet zeker dat je het kan. Want als je gaat beginnen, dan gaat het vanzelf stromen. Ja. Weet je, als je een dagdroom hebt, hè, en je verzint dan bijvoorbeeld in gedachten dat je iemand ziet lopen op een straat of op het strand of zo, dan ontstaat er vanzelf een soort impuls van, waar gaat die mens naartoe? Mm-hmm. En als hij dan ergens naartoe loopt, dan ga je dat beschrijven in gedachten. Mm-hmm. En dan staat er een huis en dan verzin je weer iets. Dan zit daar een meisje woont erachter wat hij wel eens gezien heeft, wat hij wel leuk vindt. En dan verzin je weer dat hij dan gaat aanbellen. En zo kom je van het een in het ander. Maar zo is met een boek schrijven ook. Je moet gewoon beginnen en dan al begin je middenin. Je hoeft niet eens bij het begin te beginnen. Nee, dat moet je ook helemaal niet doen. Nee. Ja, ik schrijf boeken al op een hele eigenaardige manier, alhoewel ik weet niet hoe anderen het doen. Ja, hoe doe jij het? Ik schrijf allemaal losse stukken die opkomen en dan nummer ik ze. En dan schrijf ik daar de kern van de inhoud van dat stukje even boven, zeg maar met rood. En dan verzamel ik op een gegeven moment al die kleine stukjes en dan ga ik de kernen bij elkaar zetten. En dan ga ik die weer combineren of daar weer comprimeren. En zo ontstaat er uiteindelijk vanzelf wel iets wat waardevol is voor iemand om te lezen. Ja. En wanneer weet je dat het af is? Nou, want dat vind ik ook altijd zo lastig. Wanneer weet ik nou of iets af is? Dat weet je nooit. Hè? Nee. Ja, ik al sowieso niet. Kijk, met een beeldhouwwerk wat jij vaak gemaakt hebt, dan kan ik nog zeggen, nou oké, het is nu af. Dat zie je. Nou, of was dat ook lastig? Ja, dat is ook wel lastig. Ik denk het ook wel lastig is, ja. Ja. Misschien de angst dat ik niet weet wanneer het af is, haalt me tegen om eraan te beginnen. Ja, is dat omdat je ongeduldig bent misschien dan? Of ja, want ik wil het liefst dat het morgen klaar is. Je wilt morgen nog meer andere dingen ja, doen. Ja. Of er al mee de boer op, hè. Ja, zeggen, kijk eens, ik heb een boek geschreven. Ja. Nou, een boek schrijven is heel erg leuk hoor. Dus, ja, maar het plezier moet hem dus inderdaad op de eerste plaats zitten in het doen zelf. En niet in de beloning die je nog verwacht. Dat iedereen gaat zeggen, goh, wat heb jij een mooi boek geschreven. Nee. Dan word je zelf bewust. En dan kan het niet stromen. Het moet echt vanuit een onbemand systeem. En dan gaat het toch moeite. Dit wat jij doet, gaat toch ook moeite. Ja, dat klopt. Je zit die vragen toch niet te verzinnen. Die komen toch gewoon aanzwaaien. Ja. Stel je voor dat je nou zelf bewust wordt, hè? Ja, dan... Dan stopt het. Ja, dan ga je... Je waarschijnlijk slaat het dan helemaal blanco of zwart. Ja. Want dan blokkeert alles, hè. Nee, je mag gewoon, als je een boek wil schrijven, ga gewoon beginnen, jongen. Dan, ja. Ja, dat is een goed advies. Ja.
Dit is de plek waar jij nog steeds satsang geeft, hè? In ja. Overlangel. Ja. Welke dagen is dat? Het is op dinsdagavond en woensdagavond. Maar het is heel erg, hoe noem je dat? Als er weinig mensen komen, hoe noem je dat ook alweer? Lage opkomst? Nee, dat is een negatief beeld. Het is juist een, ik bedoel juist een... Heel intiem. Oh, was het vroeger maar zo. Dat zeiden de mensen bij Alexander. Die zeiden vaak van, ja, nou zitten er 110 mensen. Maar vroeger was het nog leuk, want dan zaten we daar met z'n tien. Ja. Exclusief, ja. Dat is het woord. Klein clubje, zo... ja. Ja, ja. Dus het is nu exclusief? Ja, ja. 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 Iedereen komt aan bod? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja. Ook wel weer eng, denk ik. Sommigen denk ik dat, maar niet de mensen die dat nu weten, die vinden dat niet helemaal. Nee. Die vinden dat juist mooi. Ja, ik hoor wel altijd achteraf dat ze er veel aan hebben. Ja. Ja. En woensdagavond ook. Mm-hmm. En, maar ik heb gezegd op mijn site een keer van, dit is voor mensen die voor het eerst komen en dat is voor mensen die al vaker zijn geweest. Zeg maar op woensdag dan voor vaker. Maar het is eigenlijk alleen maar om het verhaal wat mensen al vaker hebben gehoord als inleiding niet mm-hmm. te hoeven meemaken. Oh, ja. Maar dat is meer zo om iemand niet mee te belasten. Ja. Maar het is wel vrij voor mij dan om als iemand dan... vaker is geweest en eigenlijk alle problematiek van de, noem je dat, alle woorden kent die ik gebruik, die iemand die eerst komt niet, nog niet kent, dat die dan, ja, dus dan had je maar morgen moeten komen. Ja, ja, ja. Dit heeft nou echt de voorrang. Ja. Dus dat vind ik fijn om dan niet iemand af te vallen of me bezwaar te voelen dat je dat dan weer gaat zitten herhalen als het ware. Dan weet iemand het van tevoren dat dat kan. Ja. Dus. En Jonica, kun je hier ook te veel mee bezig zijn met dat hele Advaita-gedoe? Vraag je het aan jezelf? Ja, ik als voorbeeld. Hè, natuurlijk interviews, boeken lezen, tapes luisteren, nee. Satsangs. Op een gegeven moment, want iedereen vertelt het op zijn of haar manier, kun je er ook een soort van... Dan wordt het alleen maar een mindfuck van, ja, maar Jonica zegt zus en zus en zo. En dan hoor ik Alexander Smit op een bandje weer dit zeggen. En dan hoor ik die weer dat zeggen. Ja, ik denk dat dat hoofdzakelijk in de terminologie ligt. Ja. He, dus dat de mensen in een mentaal stuk brengen. Omdat ze dan de woorden... iedereen gebruikt andere woorden voor naar hetzelfde te verwijzen. En ik heb wel vaak gehad dat mensen komen die dan uit de war gehaald moeten worden. Omdat ze constant op YouTube switchen van de een naar de ander. Ja. En mij dan komen vragen van, is dat nou het bewustzijn of is dat nou ik? Of is dat nou, wat is nou awareness? Is dat dan iets anders dan bewustzijn? Ja. En dan worden de mensen zo gigantisch mentaal, dat het helemaal niet meer op zelfonderzoek uitkomt. Maar dat je dan echt een soort woordenboek wordt of zo. Ja. En ja, dat is op zichzelf toch wel een hen. Ik denk dat vroeger, een hinder, ik maak mijn zin weer niet aan. Dat vroeger de traditie bestond uit misschien maximaal 7 mensen. Mm-hmm. Die ook gewoon bij je bleven. Totdat ze er één weg ging, kon er weer een nieuwe bij. Ah, ja. En dat brengt toch de minste verwarring, denk ik. Want het verwijst toch allemaal naar hetzelfde. Ja. Dus. Maar te veel mee bezig zijn, denk ik niet. Als je er één keer door aangeraakt bent, zeg ik toch wel dat je ermee moet blijven resoneren. Ja. Zoveel mogelijk. En zeg maar het hypnotisch veld van het geloof in de persoon om je heen is zo krachtig dat je moet er wel wat tegenover zetten aan een soort zelfherinnering, ja, die constant wakker gehouden wordt. En, maar je kunt ook zeggen van oké, ik neem alvast mijn ware natuur in. Dat mag ik dan van sommige fundamentalistische leraren misschien niet zo zeggen. Mm-hmm. Maar als je vanuit de persoonlijkheid, het geloof in de persoonlijkheid komt, hè, dan ben je zo niet begonnen. Je bent gewoon begonnen als een uitdrukking van liefde, waarbij de twee tegenstellingen worden uitgedrukt, gewoon op een hele natuurlijke wijze. Dat vindt iedereen ook herkenbaar. Iedereen herkent in de onschuld, de liefde van...
het zuiveren, geen motieven hebben, geen verborgen agendas bij jonge kinderen. En uiteindelijk ben je dan door de taal met gaan geloven dat je iemand bent, een persoonlijkheid. Die dan in plaats van liefde een soort ruilhandel begint te bedrijven, omdat je onder voorwaarden komt te staan voor, in ruil voor dat je er mag zijn. En als je nu ziet dat je van liefde naar het geloof en het voelen ook dat je iemand bent, een apart iemand, als je dat nou omkeert, je gaat gewoon terug, je doet eerst of je liefde bent, hou je vol, en als je het volhoudt, dan verander je er weer in terug. En dat volhouden, door het ook te demonstreren? Stel dat ik een regisseur ben, hè, ja. En ik heb het toneelstuk bedacht, speciaal voor jou. Ik zeg, jouw rol, je hebt maar één rol te spelen en dat is dat je de liefde bent. En je moet het zo verdomd goed spelen dat iedereen erin trapt. Maar het gekke is dat het resultaat ervan is dat je erin verandert. Dus dat is jouw advies? Nou ja, het zou kunnen. In overgave de liefde. Het zou kunnen, maar probeer het eens uit. Want als je geslagen door het leven gaat en depressief, denk jij dat je depressief kunt zijn wanneer je de opdracht hebt gekregen om liefde te zijn? Je loopt rechtop. Ik denk dat je 10 centimeter langer wordt. Ja. Want je kan niet meer de bedelaar spelen als je de koning bent, hè? Ja. Maar ja, het is maar een idee. Dus als je zegt, nou oké, dan voeren we dat even verder. Ik acteer vanaf nu gewoon dagelijks dat ik de liefde ben. Ja. Wat denk je dat impliceert? Nou, dan hoef ik ook niet meer te bedelen om liefde van anderen of aandacht of wat dan ook. Want ik ben het al. Ja. Ik kan het alleen maar demonstreren in mijn handelingen. Ja. Mijn zijn. Ja. 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 Mooie opdracht. Je moet het uitproberen. Ja. Al doe je maar een uurtje per dag. Ja. Oefenen. Ja. Maar vertaalt zich dat altijd meteen in handelingen? Of? Ik denk dat je wel vrijwel direct de weerstand kwijtraakt. Sowieso. Want liefde tegen alles waar je nu weerstand tegen hebt. Want ook tegen jezelf. Want jij valt ook onder de liefdes. Aandacht dan, hè? Ja. Ik denk dat je... weerstand... Kijk, liefde is iets wat binnen zichzelf niks kan weigeren. Dat heeft niet eens de mogelijkheid om zoiets te verzinnen. Dus dat wat je voelt, dat wat je waarneemt, waar je vroeger aan ergerde, dat wordt omarmd dan op dat moment. Vanuit het zien dat alles van dezelfde makelij is... Dus je wordt allereerst liefdevol en compassievol naar jezelf toe. Alles mag gevoeld worden, alles, niks hoeft weg. Dat is misschien wel het moeilijkste, maar ik denk wel dat dat ook wel een goed begin is. Dat is niet hetzelfde als wat jij net zegt. Het valt er allebei onder eigenlijk. Hè? Dus, want de liefde kan jou zelf niet uitsluiten. Mm-hmm. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld een bepaalde behoefte hebt om fysiek of iets dergelijks... om geaaid en gepemperd te worden, ja, dan mag je dat hardop zeggen. In plaats van dat geheim te houden. Ja. Toch? Ja. Ja, toch? En anders zegt het ook. Ja. Ja. Ik vind dat zo mooi. Je loopt ook een kat rond. En die kat gaat echt niet eerst vragen: van mag ik bij jou op schoot? Die springt gewoon bij jou op schoot. Ja. Klaar. Ja. Zouden wij mensen dat ook meer moeten doen, Jonica? Nou ja, ik vind zo'n dier is, die gaat gewoon vol vertrouwen voor de deur zitten als die naar buiten wil. En die weet dat ooit een keer die daardoor open, hij blijft net zo lang zitten tot die open gaat. Ja. Ik denk dat ik zelf ook wel een beetje zo ben, zo langzaamaan. Ja. Geen van tevoren bedachte redenen waarom die deur niet open zou gaan? Nee, die gaat gewoon lekker zitten. Ja. En, Die heeft geen ideeën over toekomst en verleden. Ja. Die zit daar gewoon tijdloos en dan gaat vanzelf de deur op. Tenminste, tot nu toe is het voor die kat altijd zo geweest. Ja. En die denkt niet, ja, maar de vorige keer zat ik hier ook al zo lang te wachten. Nee. Ja, zo zijn wij mensen over het algemeen, hè. Ja. Wij pakken iets uit het verleden en dat zal nu ook wel geldig zijn. Ja. Ja, grappig hoe dat werkt. En wat kunnen wij nog meer leren van dieren, Jonica? Eigenlijk is een dier laat zien dat hij onbemand is en dat hij even goed
functioneert vanuit zijn individuele aard. Hè? Dus dat je daar niet speciale capriolen voor uit hoeft. Ja. Maar ja, ik zeg het misschien wel onzin, want je moet toch een hele fase door. Kijk, als je heel kwetsbaar bent en je fysiek is daarin ook natuurlijk heel kwetsbaar en je gaat je daarmee identificeren, dan, ja, dan voel je je heel erg kwetsbaar. En als je dan een afweersysteem ontwikkelt, wat we het geloof in de persoon noemen, en je gaat dat op een bepaald moment weer zien dat dat eigenlijk niet meer werkt, dan voel je weer dezelfde kwetsbaarheid als bij de eerste opbouw ervan. Mm-hmm. Dat is wel een beetje griezelig. Alleen het is precies voor de drempel, hè? Want als je over de drempel bent, dan ken je het woord kwetsbaarheid niet meer. Want dan kom je in die overgave en er is niemand. Dus wat kan er dan nog gekwetst worden? Ja. Dus het feit dat je jezelf bestempelt als heel kwetsbaar geeft nog steeds aan dat er iets in jou zogenaamd is wat geraakt kan worden. Je gelooft nog steeds in de raakbaarheid van jou. Ja, het gekke is dat je moet eigenlijk wel weten dat je liefde bent. Hoe zei ik dat nou ooit? Als je geraakt wordt op het gebied van wat we dan de psychologie noemen, hè, een psychologisch aspect, dat je niet herkend wordt in je zuivere motivatie of dat je geen verborgen agendas hebt, maar dat toch van beschuldigd wordt. Mm-hmm. Waarom raakt dat zo diep? Wat is daar de reden? Ja, je weet dat het niet waar is. Ja, maar je weet dat het niet waar is. Mm-hmm. Nee. Maar wat is dan wel waar? Dat je niet schuldig bent, dat je onschuldig bent. Juist. En heb je daar nog een ander woord voor? Ander woord voor onschuldig. Ja, nou ja. Onraakbaar misschien. Je bent dus eigenlijk de liefde. Ja. Of ja, mannen noemen dat liever misschien wijsheid. Want wijsheid, liefde zijn eigenlijk elkaars evenpolen als het ware. Hè? En alleen dat al realiserend. Hoe kan het dan dat je er zo ver van afgedreven bent? Hè, bij wijze van spreken. Doordat die liefde niet herkend werd. Dus in wezen is er iets wat opkomt in dat wat je bent, dus die ruimte, die leegte. Mm-hmm. En dat wordt niet erkend. En dan erken je eigenlijk die ruimte of die kennende leegte niet. En dat kan dus niet. Want het is daar wel in aanwezig. Ja. Het is ervan gemaakt, staat eruit, valt erin terug. Dus als het liefde heet, dan zou de liefde zichzelf ontkennen. Hoe kan dat? Kan niet. Nee. Nou, ik denk dat je dan een bepaalde leeftijd hebt bereikt, dat je hier instrumentje wel klaar hebt van de persoonlijkheid. Ja, je bent wel uitgegoocheld in de wereld te denken dat je ergens. Ja, maar stel dan dat je zegt, nou oké, ik wil tot mezelf komen, zeg maar tot mijn oorspronkelijke uitdrukking die gestuurd wordt, dus de fysieke uitdrukking waardoorheen de liefde werkzaam en zich uitdrukt. Ja, dat je dan dat je dan in principe niks te vrezen hebt. Ja. Ook al staat de grootste egoïst van de wereld tegenover je, dan nog heb je niks te vrezen. En dan moet je vragen aan diegene van, vertel me eens iets over egoïsme, want dat weet ik niet, dat ken ik niet. Vertel me eens hoe dat gaat. Ja. Zo ben ik hoor. Ja. Als ik iets niet snap, dan wil ik weten hoe een ander mens denkt. En hoe die voelt en zo. Want dat is iets wat ik zelf niet kan. Ik heb maar een heel, dus fysiek gesproken heb ik maar een heel beperkt radius. En alles wat jij bent, wat ik niet kan zijn, zeg maar op dat niveau, op dat level, dat raakt mij, maakt mij nieuwsgierig. Ja. En dat is een aanvulling van mijn eigen beperkt zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is hoogst interessant. Ja. He, dus als ik iemand hoor vertellen over hoe je een schroefje moet boren in een stukje hout, en ik heb dat nog nooit gedaan, dan denk ik, oh ja, vertel eens, hoe gaat dat dan? En hoe ziet dat eruit? En
En dat is dan iets wat ik gratis cadeau krijg zonder het zelf te hebben gedaan. Ja. Dus. Altijd waardevol. Ja. Ja. Je vertelde gisteren nog iets interessants, vond ik dan. Ik weet niet of we daar nu nog even op in kunnen gaan. Jij zegt, de gekkenhuizen zitten vol met kosmische stofzuigers. Ja. Kun je nog eens vertellen wat je daarmee bedoelt? Nou ja, het is wel een beetje oneerbiedig om te zeggen dat het gekkenhuizen zijn. Ja. Want de mensen die daar wonen, die zijn om de dode dood niet gek. Ze zijn alleen transparant. Waardoor ze achterstallig, ideematige energieën die nog betekenis dragen, opvangen. Die waarschijnlijk helemaal niets met hun leven te maken hebben. En daar ook geen orde in kunnen brengen. Ook omdat het niet gestructureerd kan zijn. Omdat het een at random ontvangst is van... Laten we zeggen dat je een radio bent waarin alle programma's tegelijk aanstaan. Ja. Dan weet je toch ook niet hoe je daar een verhaal van moet maken, hè? Maar is het zo dat hoe transparanter je als mens bent, of als die liefde... Hoe gevoeliger je wordt. Dus voor alle indrukken, energieën die wat dan ook achterlaat. Ja, maar dat is ook al in het begin van je leven. Dus als je een klein babytje bent, dan ervaar je die energie. Alleen als baby geef je daar weer geen betekenis en ook geen verhaal. Je uit het meteen. Je kent wel die verhalen van moeders die zelf niet lekker in de vel zitten, die krijgen een huilbaby. Bijvoorbeeld. Of onderdrukte woede geeft steenpuisten, zeg maar zeggen. Ja. Of eczeem. Heel veel babytjes hebben eczeem. Maar je moet de moeder behandelen, niet het babytje. Want het babytje is een uitlaatklep voor wat de moeder onderdrukt. Ja, of niet wil voelen. Elk lichamelijk instrument is eigenlijk een plek van dat wat de tweede kans krijgt om zich uit te drukken. Als het ware. Mm-hmm. Jij hebt als moeder altijd naar andere uitdrukkingsvormen gezocht, hè? Kunst, schrijven, inspreken op een bandje. Ja. Is dat dan jouw advies aan jonge moeders die dit zitten te kijken en die zeggen, potdorie, die baby van mij zit onder de eczeem en ligt iedere nacht te huilen? Nou ja, Er zijn spanningen. Maar als een mens de spanningen in zichzelf weet om te zetten, inderdaad, in een uitdrukkingsvorm, dan kan het losgelaten worden. Maar als het in stand blijft gehouden, dan voel je de energieën om je heen, als je gevoelig bent, direct ook... Maar de vorm van afgescheidenheid daarin is weer zo krachtig door te zeggen van... Gadverdamme, dan komt hier in de kamer, krijg gelijk hoofdpijn. Dat is de ultieme vorm van afgescheidenheid in plaats van dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Mm-hmm. Je moet het als iets positiefs zien. Ja, ik denk dat hooggevoelijkheid is een ongelooflijk... kwaliteit van het fysieke organisme sowieso, als uitdrukking daarvan, bedoel ik. Ja. En ik kan me dan zo voorstellen dat je, als je heel erg boos bent van binnen, is het enige wat gemiddelde mens kan denken, dan ga ik maar eens op een berg staan en keihard schreeuwen. Hè? Dan ga ik het eruit schreeuwen. Dat is natuurlijk een hele... oermanier, maar... Nou, dat is op zichzelf helemaal niet zo gek, hoor. Want nee, iedereen, elk lichaam heeft zo zijn eigen manier om... Alleen die schreeuw, die zal niet iemand raken, als het ware, omdat die niet op iemand gericht is. Mm-hmm. Dus dan is dat toch een soort uitlaat van een bepaalde energie die in de ruimte kan oplossen. Omdat, maar als je hem op iemand richt... Dan krijg je dus weer energie teruggekaatst. Ja. Dat is dan een actie-reactiepatroon wat niet... Dus ken je dat dingetje wat met die kraaltjes wat dan zo blijft bewegen? Ja. Dat gaat eeuwig door als je daar niet op een gegeven moment inzicht in krijgt. Ja, dat is een mooie. Dus we zouden kunnen zeggen, het uiten van individuele spanningen moet in je eentje gebeuren. Ja, intiem. Ja. Ja, absoluut. Ja. Dat is heel goed gezien, ja. Dus dat kan ook in sport, tegen een bokspan. Dat kan ook in sport, maar ja, kijk in je eentje, in de eerste instantie denk je, heel goed. Maar dan bedoel ik vooral eigenlijk dat je ongenoegen niet op iemand anders een hoofd moet uitleven. Mm-hmm. Dus eerst de energie voelen en dan komt er een soort
ja, wat is het, een serene rust over je, waarin altijd nog iets gezegd of gedaan kan worden. Alleen daarin zit geen enkel motief meer, omdat de energie er al uit ontsnapt is. De angel is eruit. Ja. Ja. En we hebben het ook nog even over seks gehad daar straks. Ja? Ook altijd een boeiend onderwerp. Wat ik interessant vond wat jij zei, stel nou, ik als man heb heel veel zin in seks en mijn vrouw heeft niet zoveel zin in seks. Dan zeg jij, dat is gewoon, zei er straks, een soort levenskracht die zich ook wil uiten. Hè? Ja. Maar dat hoeft niet per se in seks. Nee, dat is zeg maar overmatige seksuele drang, zeg maar. Die wordt gebruikt om die energie af te koppen. Snap je wel? Dus omdat die nergens een uitdrukkingsvorm, een andere uitdrukkingsvorm krijgt. Dus als mensen heel erg onvervuld zijn in hun, ja, ik moet zeggen, intrinsieke vermogens om die tot uitdrukking te brengen, dan kan het zich op die manier uiten. Ja. Maar het is totaal iets anders dan intimiteit. Hè, dus intimiteit, het aaien en pamperen van fysieke vorm of... Ja, dat is de behoefte van het lichaam wat zich veiligheid ervaart op dat moment. Ja. En ja, het lichaam heeft twee standen, gewoon veilig en onveilig, zeg ik altijd maar. En wanneer voelt het rauwe seks kan ook heel erg, of opgedrongen seks kan heel onveilig voelen. Mm-hmm. Maar intimiteit heeft dus een heel ander soort kwaliteit. Dat kan wel seks uit voortkomen, maar dat, dan ren ik toch op een heel ander soort beleving dan alleen de energie te willen uitdrukken. Ja. Van. Dus intimiteit is gelijk aan veiligheid? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, want intimiteit is, ja, als babytje bij de moeder al ja, hopelijk aanwezig, waardoor je ook een hele stabiele basis hebt. Ja. Ja, dus. En dat over die standen van het lichaam, hè, onveilig, veilig. Ja. Dat hebben we niet in de hand, want we zijn onbemand. Wanneer schiet dat lichaam in die onveilige stand dan? Nou, direct als er iets van tegen je gezegd wordt waarvan je weet dat je onschuldig bent, dat je geen intentie hebt gehad om iemand kwaad te doen, of met mm-hmm. woorden of met daden, maar je onschuld wordt constant met voeten getreden. Ja. Waardoor je in een kramp schiet van onvermogen om en je kunt niet winnen van projecties. Dat is een totaal onmogelijke situatie waardoor de spanning zich alsmaar oploopt. En die kan zich dan bijvoorbeeld alleen nog maar ongecontroleerd naar buiten uitdrukken op de kop van iets anders. Dus stel, ik word in mijn relatie of op mijn werkplek constant voor mijn gevoel beschuldigd van dingen niet goed genoeg presteren, niet vriendelijk genoeg zijn tegen collega's of thuis niet goed opruimen, weet ik veel. Dan is hop, meteen die onveiligheid daar. Ja, maar ook de spanning, hè, zeg maar, van het feit dat je daar dan geen uitdrukking meer aan terug kan geven. Want je krijgt dan geen gelijk. Je blijft in het ongelijk zitten tegenover wat je ontmoet tegen de ander. Die laat jou toch, ook al zeg je van dit is niet waar, wordt het toch tegen gezegd van ja, maar dat is wel waar. Ja. Dus je kunt die energie er niet uitlaten. Dus die moet ergens een vorm zien te krijgen in een uitdrukking. Stel dat je muzikant bent, ja, dan zou je hem eruit kunnen toeteren, bij wijze van spreken, voor het eerst, voordat je echt begint te spelen. Ja. Weet je wel? Ja. En kan dat ook in de tuin? Als een malle gaan graven, dat deed je als kind toch? Oh ja. Ja, dat deed ik als kind, als heel jong kind al. Als er veel opgekropte energie was, omdat die energie geen kant op kon, dan had ik het geluk dat ik het altijd constructief kon gebruiken. Ik heb het nooit gebruikt om iemand schade aan te brengen, behalve dan mijn voordeur een keer. In de nieuwbouwwijk. En wat was je toen? Oh ja, de nieuwbouw. Ja, ik denk Peter was, denk ik, een jaar of 13, 14. Ja, toen moest er even wat uit. Toen was ik zo onmachtig, of had ik dat al eens een keer verteld? Nee. Toen voelde ik me zo onmachtig in de situatie, dat weet ik nog zo goed, dat ik denk, waar kan ik nou de energie aan spanderen? Want er was geen andere mogelijkheid. Ik was niet in mijn atelier, ik had geen steen tot mijn beschikking. En toen dacht ik, oh verrek, ik heb nog een hondbouwknuppel.
En toen heb ik met die homo-knuppel bijna heel technisch de voordeur van mijn nieuwbouwwoning eruit geslagen. Eerst het glas en toen de sponningen en helemaal naakt af. Dat alleen, zeg maar, hoe heet dat ding ook weer? Het kozijn stond. En toen was het ongeveer tegen 5 en het heeft ook heel lang geduurd, want ik had heel veel energie. Maar het was zo zalig, jongen, zo zalig. En toen belde ik de woningbouwvereniging op en toen zei ik, er is iets met mijn deur gebeurd. Oh mevrouw, wat is er dan met uw deur gebeurd? Ik zei, die is weg. Hij is er niet meer. Oh, zegt ze, en nou, ja, ik zeg, dat is natuurlijk wel onhandig, want iedereen kan er binnen lopen. Maar, oh, maar mevrouw, dan bent u morgen om 8 uur al wakker. Ik zei, ja, kunt u dan bij mij een nieuwe deur brengen? Oh ja, dan komen wij er een nieuwe deur in zetten. Nooit iets gevraagd, geen rekening gehad, niks. Prachtig. Ja. Apart, hè? Ja. Maar het was wel heel erg lekker, moet ik zeggen. Ja. Want je voelt echt dat die energie vrijkomt. Maar ik heb eigenlijk toch niet echt iets heel belangrijks vermoord of zo. Nee, gewoon een stuk maar hout. Maar dat wel de kracht van, ja, van ja. Misschien wel calamiteiten die ik niet gewenst zou hebben. Ja. Dus mensen die in de gevangenis zitten voor moord, uh-huh. Die hebben in plaats van de voordeur, hebben ze medemens even tot God geslagen. Ken jij toevallig die man Marshall van het geweldloos communiceren? Mm-hmm. Dat is trouwens een heel verkeerd woord, hè? Want geweldloos communiceren, daar zit al een tegenstelling in. Ja. Hè? Je zou beter kunnen zeggen liefdevol communiceren, ja, of zo. Dat klopt. Die was een keer in de gevangenis en die gaf voorbeelden van hoe je vanuit jezelf iets kunt uitdrukken zonder dat dat een ander schaadt. Ja. En toen zei een van de gevangenen, als ik dat nou 4 jaar eerder had geweten, dan had ik mijn beste vriend niet hoeven vermoorden. Ja. Zo is het wel daar. Dus dat is wel leuk om ook uit te proberen. Dat als je volledig gefrustreerd raakt door in de relatie met iemand of zo, om gewoon te kijken van hoe kan ik het nou zeggen om door bij mezelf te blijven. Want dan geef je de ander gewoon de ruimte om te kijken van, hey, iets daarin te herkennen of zich af te vragen, wat heb ik dan voor iets onbewust gedaan waardoor die ander zo zich rot voelt. Ja, je legt de schuld niet meteen bij de ander, maar je houdt het bij jezelf, hè? Nee, want ik had bijvoorbeeld zelf, mijn moeder kon enorm zich aangesproken voelen door alles wat je zei. Ik kon er eigenlijk niet aan ontsnappen. En toen ben ik met 32 begonnen om daar een enorme sport van te maken binnen mezelf. Om te kijken van hoe kan ik nou bij mezelf blijven en toch zeggen wat ik dus voel. Zonder haar de kans te geven het om te keren. Ja. En dan had ze me uitgenodigd om een kopje koffie bij haar te komen drinken. En dan ging ze boven allerlei andere dingen doen. En dan zat je eigenlijk alleen maar te wachten en alleen. Want zij vond het ook niet goed dat je dan het heft in handen nam om vast dat allemaal in te schenken, want het moest allemaal op haar manier. Oh, ja. Dus dan ging ik naar boven en dan zei ik, mam, ik ga naar huis, want ik vind het niet meer zo gezellig alleen. Doei, weet je wel. En dan moest zij nadenken waarom ik het niet meer zo gezellig vond. In plaats van? Ja, ja. En een ander moment, want moeilijke moeders, jongen, is eigenlijk heel makkelijk als je daar heel creatief mee omgaat. Is heel erg leuk. Ja. Ze zei, mijn moeder, die duwde mij altijd weg, want die wist niet hoe het was om moeder te zijn zoals weeskind. En dus vanaf de 12e jaar, hè, met allemaal directrices. En ik zeg, man, weet je dat je mij de hele tijd weg, als ik bij jou sta, voor het gastel, weet je wel, verstaan te praten, dan duw je me. Zegt ze, weet ik helemaal niet. Denk ik niks van. Ik zeg, maar hoe kunnen we dat dan oplossen? Want het voelt niet echt veilig of zo, of een beetje afwijzend. Oh, zegt ze, wat erg. Dan weet ik echt niks. Ik zeg, wat zullen we dan? Ik heb een idee. Zeg ik, iedere keer als je dat doet, dan zeg ik, pief. Goed, dat ja, vond ze een heel goed idee. Pief. Dus ik heb heel wat gepiefd. Ja? Ja, maar op een gegeven moment is ze zich ervan bewust geworden. Ja. Zonder beschuldigd te worden, maar gewoon als een soort signaaltje wat afgaat. Ja. Nou, dat vind ik dan hele leuke oplossingen. En dat kan ook in een liefdesrelatie, met je man of met je vrouw. Dat kan met alles, toch? Ja. Pief. Ja. Nou ja, als je zelf verzint, of je fluit, of je doet wat anders. Als het maar geen lading heeft. Ja. Ja. Zo had ik ook een keer iemand die logeerde bij mij en die kreeg zijn zin niet. Want die dacht dus na over wat andere mensen dachten.
Dus die zat mij de hele dag te vertellen van, zij denkt dan dit en haar dochter denkt dan dat. En dat kan hij natuurlijk niet weten. Mm-hmm. Wat andere mensen denken, dat verzon hij allemaal zelf. En toen zei ik ook, iedere keer als jij iets tegen mij vertelt wat iemand anders denkt, een aanname, dan zeg ik ook, pief. Dus ik zat ook de hele dag te pieven. Dat gaan we eens even uitproberen. Ik wil nog even vragen naar jouw kindertijd. Kun jij je nog herinneren wanneer jij voor het eerst vals beschuldigd werd? Oh ja. Hoe oud was je toen en wat gebeurde er? Ja, nou, het allerergste dat was toen, ik was denk ik, ik moest naar school, naar de Montessori school. En ik plaste altijd in mijn broek omdat ik geen tijd had om naar de wc te gaan. Ik was te veel in wat er allemaal gebeurde. Ja. En toen zei op een gegeven moment een zuster van mijn moeder, die zei, weet je wat jij moet doen? Je moet dat kind zonder onderbroek naar school sturen. Dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Dan leert ze het wel af. En daar stond ik bij. Nou, dat vond ik zo afschuwelijk. Want ik deed het niet expres. Nee. Nee. Het was een soort enthousiasme voor alles. Ja. Maar ja, daar begint het dus wel volgens jou, hè? De eerste 3-4 jaar van je leven, dan poep je in een luier, je schreeuwt, je huilt, je houdt je moeder en vader wakker, daar wordt allemaal niks van gezegd. Maar er komt dus blijkbaar een leeftijd waarop gezegd wordt zo, en vanaf nu rekenen we je wel aan wat er gebeurt met dat lichaampje. Ja, ja. Nou, normaal gesproken is dat wel zo. Ik denk dat je vanaf je 7e jaar misschien... We kunnen heel veel mensen een omslagperiode noemen, dat ze het op moeten geven om te vechten tegen die leugen die verteld wordt dat je iets expres doet of dat, hè. Maar het kan ook langer uitgesteld worden. Je kunt heel lang mens blijven. Zo noem je dat, hè? Ja, omdat de mens is onbemand. En die leeft eigenlijk in principe met dezelfde intensiteit als een dier. Je ondergaat wat er gebeurt. Ja. Alleen het laat heel weinig sporen na, omdat het direct wordt afgehandeld in een sensatie die wordt ervaren. En dat heb ik ook wel heel erg lang gehad, hoor. Ik denk wel tot mijn 29ste. Ja. Dus ik weet wel waar ik het over heb. Alleen wat dan nodig is, als je lang mens blijft, is dat je een rolmodel moet krijgen wat je kan... imiteren. Mm-hmm. Om toch te kunnen overleven. Want in een wereld van? Van personen. Ja. En wie was dat rolmodel voor jou? Ja, ik denk wel dat mijn vader was. Dus die was creatief. We hadden allerlei gesprekken die niet naar vernauwing verwezen, maar juist naar openheid en dat soort dingen. Hij kon ook een hotzak zijn, hoor, daar gaat het niet om. Maar ik was denk ik daardoor ook nooit bang voor hem. Omdat hij zichzelf wel liet zien en hij kon zich ook kwetsbaar opstellen. Dus ja. Mensen lang mens blijven, die hun zintuigen, dat is ook weer na de omslag, zeg maar, van de major, hoe noem je dat, de midlife crisis, mm-hmm. Hè, waar mensen nu heel veel mee te maken hebben tussen 40 en 45 jaar, dan verlies je eigenlijk je masker weer, want dat is af, dus het heeft geen enkel hulp van het bestaan meer nodig om zich nog langer te blijven bijvoegen, want er is niks meer aan bij te voegen. Ja. En dan wordt het juist transparanter en dan komt dus dezelfde gevoeligheid terug die je had als klein kind. Of als je onbemand blijft, hoe lang dat dan ook is, maakt dan niets voor uit. Maar dan... dan weet je eigenlijk niet zo goed wat je overkomt, want de zintuigen beginnen zich weer opnieuw te ontwikkelen, terwijl die in die periode van persoonlijkheid volledig worden afgestompt. Je eet, maar je proeft niks. Ja, je kijkt, maar je ziet niks. Ja. He, dus je bent constant in je mentale, in de tijd verweven met straks en gisteren en vroeger. En nu kom je weer in het huidige moment in de beleving terecht. En dat kan mensen wel enorm schrikken. Van, ja, ik ga er niet meer door. En zeker niet als het over het feiten gaat, waarin dat dan ook nog wel wordt aangeraakt en gestimuleerd. Van, nou, ga dan maar gewoon weer voelen. En je weet dat je dat instrument niet bent. Je hebt eerst wel gedacht dat je iemand was, maar het blijkt een gereedschap te zijn. Ja, waarom? Omdat als jij niet dat gereedschap kunt hanteren, dan moet je opgenomen worden in beschermd wonen.
die andere, de personen zijn in de meerderheid. Je zegt er wel eens over, een mens kan wel met personen omgaan, maar een persoon kan niet met mensen omgaan. Nee. Want die denken, die mensen die zijn knettergek. Nee, ja, nou dat heb ik altijd al gedacht. Jij niet als kleinkind? Grote mensen zijn allemaal gek? Ja. Dat denkt toch iedere keer? Ja, ja. Huh? Ik denk, waar gaat dit over? Ja. Dat ze ruzie maken. Je weet precies wanneer het begonnen is en moet opgelost kan worden. Ja. Je hebt een zuivere blik van het zijn, waar overal... Alleen je kan het niet uitdrukken of je wordt niet naar je geluisterd, ja, omdat je onmachtig bent. En elk ding wat je daarover zegt, dat wordt afgestraft. Want dat, ja, gaat regelrecht op het zeer extra oogje van papa of mama. Hou je mond, bemoei je er niet mee. Ja, 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 jij bent nog niet droog achter je oren. Ja, wat weet hoe jij ben jij dat nou? Ja, precies. Ja, ja. He, dus, en, ja. Die bescherming van het gereedschap heb je nodig. Alleen dan is het heel leuk, want je gebruikt het, maar je meent er geen flikker van. He? Noem eens een voorbeeld. Nou, we komen elkaar tegen bij de bakker en ik dring voor. Ja. Wat zeg jij dan? Oh nee, ik denk dat ik eerst een aantal keren mensen laat doorvoeren, ja? Want dat zou ik niet eens in de gaten hebben. Totdat ik denk van, hé... Het wordt nu wel erg laat. Ja. Ja, dan zeg je dus gewoon, ik ben aan de beurt, klaar. Maar je moet het misschien wat aandikken om het ook te laten horen. Want als het zo transparant blijft, dan trekken mensen zich daar niks aan. Ja, ja. Want dan heb je moet er kracht bij zetten. Je moet doen alsof je dit meent. Ja, ja, ja. Maar dan heb je ook, als iemand binnen die persoonlijke structuur heel razend op je is. Ja. En het zou eigenlijk een richting op gaan die zo beperkend wordt van alle deelnemers aan de omgeving. Dan moet je op een gegeven moment dezelfde boosheid spelen, maar zo echt dat het ook geloofd wordt. Maar je meent er eigenlijk niks van, maar het helpt wel. Eigenlijk zoals je met een klein kind ook zou doen. Ja, precies. Maar dat zijn toch ook allemaal kleine kinderen? Ja. Die gedragen zich ook allemaal als kleine kinderen? Ja. He? Dus kleine verwende kindertjes. Dus jij veinst boosheid. Terwijl je weet dat ze onschuldig zijn, doe je toch alsof je ze iets verwijt. Ja, soms om je eigen fysiek te beschermen. Mm-hmm. Of iemand te beschermen voor zijn eigen onwetendheid die dan... zoveel pijn en verdriet gaat veroorzaken. Want als je heel erg boos wordt op iemand, dan heb je daarna altijd een rot gevoel. Ja. Je wilt het altijd weer herstellen. Ja. Weet je wel? Dus het is niet fijn om boos te zijn op iemand. Ja. Dat hoort niet bij je natuur. Nee. Nog één dingetje wat we ook eerder hebben aangestipt deze dagen, wat ik wel interessant vond. In een situatie tussen twee mensen, stel ik ben de hele tijd heel erg vrolijk, ja, dan zeg je, dan kan het eigenlijk niet anders dat die ander chagrijnig wordt. Ja, er is, ik zeg altijd dat de tegendelen, zeg maar, uit één as bestaan. En ik heb daarvoor, je kunt ook een wip gebruiken, maar ik gebruik gewoon een lepeltje, dat is dicht bij huis. Ja. En dat lepeltje heeft een rondkantje en een rechtkantje, maar het blijft altijd één lepeltje. Mm-hmm. Maar binnen de ontwikkeling van de persoonlijkheid word jij in tweeën gedeeld. Je wordt een jongen of een meisje en dan ben je de helft van iets. Dus laten we zeggen dat jij dan het stukje met het ronde kantje bent en ik ben dan het stukje met het platte kantje. Maar wij proberen allebei buitenzinnig tot één te geraken weer. Mm-hmm. Maar omdat wij onze plek innemen, een standpunt innemen, willen we die eenheid bereiken door... ga ik jouw rondje op mijn platte kantje uitnodigen. Ja. Maar dat kan natuurlijk niet. Want wij zijn als tegenstelling al een eenheid. Ja. We zien niet dat er al een eenheid is. Dus als iemand inderdaad... laten we zeggen, één mens eet heel veel... dan eet de andere juist heel weinig. Ja. En het kan ook zijn dat je allebei heel weinig eet... maar dan eten ze buiten heel veel. In het restaurant, dan zit je te kijken, misschien, je moet je zien wat die eet, jeetje, mina. Ja, dat is zo'n buffet waar je eeuwig kan blijven. Nou, die is al 5 keer geweest, omdat jij het niet doet, doet een andere het juist. Ja, 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 ja. He, dus als je dat gaat herkennen, dan wordt het wel heel komisch en vruchtevol. Ja. Dus iets wat jij nooit zou doen, doet een ander altijd wel. Ik moet aan een voorbeeld denken, ik rijd op de snelweg. Ik kom met 160 km per uur aan en dan altijd op dat moment gaat een of andere sukkel, die gaat met 100 voor me rijden. Ja, 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 klopt. Is dat ook zo'n voorbeeld van? Dat is ook zoiets, ja. Ja, maar dat mag, dat is ook zo. Ik bedoel, dat is het evenwicht van de hele as.
Alleen vind er niks van. Zie dat het bij elkaar hoort. Ja. Weet je wel, omdat jij een buitensporige energie erin hebt, heeft die ander ook aan de andere kant dus die energie in de andere richting. Dus als iedereen gewoon netjes 120 zou rijden, dan hoeft dat niet hersteld te worden, die balans. En dan blijft iedereen ook gewoon rustig 120 rijden. Nee, dat weet ik niet. Dat geloof ik niet. Ik denk dat er wel een contrastbeweging moet blijven. Dat is net als met een elektriciteit. Plus plus geeft geen licht, min min ook niet. Dus je hebt toch gewoon plus min. Wil dat energie uitstralen. Ja, ja. Dat is gewoon het leven in de dingen. Dus gewoon elektriciteit en magnetisme wat beweegt. Dat zit ook in je lichaam. En dat is ook wat je voelt als er iets geraakt wordt. Dan schiet daar iets los en dat zit. En dat is gewoon tastzinnige gewaarwording. Net als ruiken of smaken proeven. Dingen zien, beelden zien of geluiden horen. Dus die zijn hartstikke onschuldig, die dingen. Ja. Nog één dingetje tot slot over autisme. Ik moet dan denken aan dat wij het onschuld van kinderen inzien. Ik heb al eens een verhaal gehoord van mijn moeder. Die had twee zoons. Eentje autist, andere niet. En als die autist iets deed, een schilderij van de muur stoten, melk omgooien, de oven aan laten staan. Dan was het allemaal, daar kan hij niks aan doen. Hij heeft autisme. Als die andere zonen deed, werd het hem wel verweten. Ja. Hoe zie jij dat dan? Ja, het is een onmogelijke situatie voor de mensen eromheen, als het ware. Maar waarom krijgt die autist niet de schuld? En die normale jongen wel? Ja, daar kan ik niet over oordelen, omdat ik niet zelf in die situatie ben. Nee. Ik weet wel dat als je een mens bent, zeg maar, dan ben je dus niet. Dus nog geen persoon, hè? Dan leef je dus niet in de tijd, in het verleden en de toekomst. En personen die praten heel wollig, altijd over straks wordt het leuk en verheug je ergens op. En vroeger was dat veel beter dan nu. En een autist weet absoluut niet waar dat over gaat. Je zou je moeten voorstellen dat het leven van iemand die onbemand is eigenlijk als een verlichte. Tussen haakjes, als ik dat stomme woord even mag gebruiken. Maar het is, je herinnert je niet hoe het water proefde van een uur geleden. Je proeft het steeds opnieuw. En dan pas heb je een soort prettig of onprettig gevoel bij. En als jij een taalgebruik hebt bij een mens wat zo onwollig en zo feitelijk is van wat wel en wat niet. Dan is er helemaal zo niet zoveel problemen als wanneer je daar geen weet van hebt. Maar autisten zijn dus eigenlijk, zoals jij noemt, mensen. Die zijn onbemand. Net, we zijn allemaal onbemand, maar bij een autist is dat wel heel erg duidelijk. Die leeft dus alleen in dit huidige moment. Ja. Waardoor ze zelfs ook enorm beschermd moeten worden tegen alle indrukken die ze krijgen. Omdat het ook een cacophonie is geworden, zo langzamerhand van indrukken, hè? Dus, heb jij die documentaire Het Beste voor Kees gezien? Over die autistische Kees? Ja, dat is prachtig. Nee. Want die mensen zijn vaak ook super creatief. Die kon tekenen. Ja, maar dat is logisch. Omdat als je onbemand bent, dan word je eigenlijk ingegeven en bestuurd en gebruikt door het zijn zelf. Ja. Vandaar dat daar die buitenzinnige talenten in voor kunnen komen. Hè, dus die hebben een, laten we zeggen, die jongen die over Londen kon vliegen en met een helikopter en dan daarna de hele stad eventjes uittekenen. Dat is de blik van het zijn wat onbeperkt is. Ja. En dat wordt niet gefilterd door angst en verlangens. En vandaar dat die vermogens dan zo extraordinair zijn. Er zijn veel meer mensen om je heen dan dat je vermoedt wat dat betreft. Mensen? Ja, mensen in plaats van personen. Ja. Met buitenzinnige talenten. Ja. Je weet wel, er zijn ook hele jonge kinderen die Brahms en Chopin spelen met 4, 5 jaar of zo. Dat is gewoon de cultuur van de cosmic mind, wat daar door dat fysiekje wordt ontvangen en uitgedrukt. En het is geen persoonlijk, aan te rekenen. Of een geweldig talent wat iemand heeft vanuit de individualiteit. Is er een mogelijkheid tot die uitdrukking? Ja. En op het moment dat die mens dan een persoon wordt die zich dat succes gaat toe-eigenen of dat talent, dan is het ook vaak alweer voor de helft uitgedoofd. Hè?
Dan gaat er iets voor zitten. Als er iets zelfbewust in komt, dan kan het niet meer direct worden uitgedrukt of zo. Hoe is dat dan met jou, als jij beeldhouwwerken van jezelf terugziet? Ben je daar dan nog trots op? Of denk je, ja, ik had er eigenlijk niks mee van doen? Nee, dat klopt ook. Nee, natuurlijk niet. Want er is helemaal geen... In wezen is er nergens copyright te vinden. Hè, dus alles is door het... Alles is van iedereen? Ja, in wezen wel. Alles is van het zijn, wat alle rollen zelf speelt. Ja. Dus, ja. Ja. En ik weet nog wel, ik heb dan stenen beelden, dus gewoon graniet en dat soort. En dan heeft de mens misschien al... Zo iemand die dat koopt, die heeft dan misschien een soort idee van... Ja, stel nou dat die Joannicus beroemd wordt, dan moet er wel de naam erop staan. Maar ik deed mijn naam er nooit op schrijven, want dat vond ik gewoon een litteken op dat hele beeld. En zo'n soort vlek erop, weet je wel. Heb je alles een mooie glad zitten polijsten en dan moet er weer zo van die... En ja, daar zijn sommige mensen wel behoorlijk wat moeite mee. Er zijn veel kunstenaars, ook Picasso geloof ik, die dat niet... Nee, Beethoven wilde niet meer onder je symfonie zetten, dat zijn was. Ja, dat weet ik niet. Die zetten van God gekregen, zet hij. Oh, je bent er ook helemaal niet mee bezig, joh. Je bent gewoon lekker aan de gang. Je bent gewoon zoet. Je bent van de straat af, je doet geen kwaad, niks. Je bent gewoon instrumenteel... Oh, sorry. Nee, ik schrok even. Maar creëren is dus eigenlijk de basisinstelling van het onbemande voertuig. Creatie. Ja, alles wat je bent als zijn is creatie. Het is... Dus dan zeggen de mensen van, ja, waar zit nou eigenlijk dat bewustzijn? Nou, je zit er middenin. En alles wat je ziet is daaruit gecreëerd. Daarvan, het bestaat uit dezelfde substantie. De enige vergissing die je hebt, is dat je denkt dat het zelfstandige levens leidt buiten het bewustzijn om. Dus dat het bewustzijn niet nodig heeft om überhaupt tot stand te komen. Ja. Daarom zie je op... Op een bepaald moment, als je dat doorhebt, als je dat inzicht hebt, kan je niet meer zien dat jij niet ook uit dezelfde sterrenstof bestaat als het eigen vorm of een tafeltje of een plant of iets anders. Want we zaten gisteren die documentaire reeks te kijken, live van de BBC, en je vond die ene aflevering zo mooi met al die kleine zeediertjes en zo. Ja, hè? Ja, ja, ja. En toen zei je iets wat me wel trof. Jij zei van, kijk dat ik dat ook ben of zo, zei je. Dat ben ik dus ook, al die mooie kleine diertjes. Ja. Wat een creativiteit. Wat een samenwerking. En jij zei, ja, maar het is niet zo leuk, want het is allemaal eten en gegeten worden. Waarom moet iedereen alles opeten? En ik ben daarvan genezen. Ik ben ervan genezen, want ik was vroeger gigantisch gevoelig voor alles wat met dierenleed en met agressie te maken had. Tot ik op een bepaald moment besefte, bewustzijn eet zichzelf. Er gaat niks verloren. Ik bedoel, en terwijl je daarvoor dacht ik van, ja, maar het paard wil ik niet eten hoor. Ja, dat, zielig. Dat ga ik echt niet aan meedoen. Ja. Hè? En ineens is dat gewoon weggevallen. Ja. Er gaat niks verloren, er gaat niks dood, er wordt niks geboren. Het is alleen beleven van wat er plaatsvindt. Maar wel vol bewondering, man. Moet je eens kijken. Al die gekke kermisbeestjes onder in de diepzee. Dat is net als... Dan zijn we helemaal vergeten dat we dat zelf zijn allemaal. En dan moeten we daar dus een vorm voor bedenken die dat evenaart. Een soort... noem je dat? Een soort imitatie. Dan gaan we dus kermislichtjes maken op de kermisattracties. Maar als je helemaal in de diepzee kijkt, dan zitten er van die beestjes met allemaal van dat soort lampen zo. Dus we moeten vliegtuigen verzinnen, terwijl we kunnen vliegen. We kunnen met ons gedachten overal naartoe. Ja. En het is vaak ook imitatie, want een vliegtuig is natuurlijk gewoon een grote vogel. Ja, nou ja, goed, maar dat... maar omdat omdat het bewustzijn zichzelf als beperkt ervaart, hè, zeg maar, dus binnen die identificatie met het lichaam, denk je dat je een vliegtuig moet maken om te kunnen vliegen. Ja. Dus je gelooft zo erg in de beperking dat je het op die manier in de materiële vorm zet. We hebben weer een uur ademloos naar je zitten luisteren. Tijd vliegt, over vliegen gesproken. Ja. Mensen die ook zo met jou willen spreken, joannica.nl is de website. Ja. En satsang dus op dinsdag en woensdag en soms ook op zondag? Ja, dat staat op de site. Dus op satsang zondag één keer in de week. Ja. En boeken bestel je bij mij.
Ja, het boek Bewustzijn, zoek je iets? Ja, of zoek je iets of zoek je ook iets. Oké. Ik heb ook een Engelse versie trouwens. Oké. En ja. We zien het wel, hè? We zien het wel. Het is een mooie plek hier. Maar ja. Vaak denken mensen dat het moeilijk te bereiken is, maar er is een station in Ravenstein, hè? En wij kunnen de mensen gewoon ophalen. Het is maar 3 minuten rijden. Ja, prachtig gebouw. Ja. Je nieuwe woning en werkruimte in Overlangel. En nou, ik denk dat we er wel zo'n beetje zijn. Bedankt weer voor dit mooie gesprek, Jonneke. Of wilde je nog iets zeggen? Nee. Oké. En Jonneke, misschien is het ook even handig om te vermelden dat mochten mensen van ver komen, je kan hier ook overnachten, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja. Ik heb 3 kamers, maar in principe kunnen er in totaal wel in ieder geval 8 mensen ruim slapen. Hè, dus, En ook blijven eten? Ja, dat kan ook. Ja. Ja. En een mooie wandeling maken? Ja. En in de zomer is er een mooie tuin? Ja, ik heb ook zomerweken, maar dat staat allemaal op de site, hoor. Ja. En ik heb ook weken gepland in Turkije. Dus in het voorjaar in mei, begin april en mei, staat allemaal op de site. Ja. Dus. En wat is nou, dat wil ik dan nog wel even aan je vragen. We zitten nu 1-op-1 met elkaar te praten, maar wat is nou de kracht van een satsang? Dat je met meerdere mensen naar hetzelfde luistert? Of waarom is dat vaak zo krachtig, een satsang? Oeh, dat hangt er helemaal vanaf. Ik denk dat de kracht van de satsang eigenlijk ook moet komen uit dat er een basisgevoel van vertrouwdheid moet zijn eerst. Dus een openheid. Zo, dat heb ik altijd het gevoel waardoor het het meest effect heeft. Dus dat er een neutraliteit heerst die zo ongevaarlijk is, als het ware, en toch heel liefdevol, waarin de mensen zich kunnen uitdrukken op eigen wijze. En daar steeds wordt verwezen naar, via waar ze zijn, naar de eigen. Naar de eigen aard en de natuur van wat je wezenlijk bent. Mm-hmm. Want als de satsang heel klein is, zeg maar, 4, 5 mensen of zo, of 2, dan is het ook heel vaak zo dat het onderwerp waar het over begint, ook vaak een raakvlak heeft met de anderen die er zijn. Ja? Ja, dat is echt zo frappant. Dus dan wordt er een vraag gesteld die iedereen al eigenlijk heeft of niet durft te stellen. Hoe werkt dat dan? Ja, ik denk dat dat gewoon de verbinding is die je met elkaar hebt in het geheel. Ja. Dus, die hebben dat niet stiekem van tevoren tegen elkaar gezegd. Oh, ik ga wel even vragen voor je. Nee, want er zijn vaak mensen die elkaar helemaal niet kennen. Dus, dat geeft ook wel aan dat één is, hè? Ja. En dat vind ik ook wel zo grappig. Dan zie ik oude bandjes van Alexander Smit terug te luisteren uit 1989... Het gaat ook over onderwerpen die nu hier relevant zijn in mijn leven. Of ja, die blijven universeel. Er zijn maar een aantal emoties waar ontelbare verhalen aan kleven. Ja. Maar de kern van zo'n verhaal is altijd de herkenning van elkaars gevoel. Hè? Dus wat in zo'n emotie gevangen wordt, of in een gevoel gevangen wordt. Eigenlijk is een emotie een gevoel wat niet gevoeld is. Dus daarom zeg ik dat maar even opnieuw, dat het een gevoel is wat herkend wordt. Maar de verhalen zijn ontelbaar gevarieerd, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Ben je niet geraakt doordat je niet werd herkend als liefde? Ben je niet geraakt omdat je jezelf beschuldigd voelt van iets wat je niet van tevoren wilde doen? Dat is bij ieder mens herkenbaar, hoor. Als je dat van elkaar herkent, wat moet je dan nog voor gevecht leveren? En je zei zelfs gisteren, daar kan je dus ook heel creatief mee omgaan door, als je dat eenmaal door hebt, dat het steeds om hetzelfde gaat, dan kan je daar ook een mooi sprookje over schrijven of een verhaal. Ja. Want het komt altijd neer op dat. Ja, het is altijd zeg maar het koningschap, hè? Dus je ware natuur, waarin zeg maar een gedachte opkomt van ik ga op weg, hè? Dus de eerste gedachte. Je verlaat je koningschap en je wordt dus dan een zoon, zullen we zeggen, van de koning, een mens. Een bedelaar. Of een bedelaar. En ja, uiteindelijk word je dan een bedelaar omdat je jezelf helemaal vergeet. Ja.
En dan wordt er weer aan je verteld dat je eigenlijk een koningskind bent. En dan word je thuis ontvangen. En degene die je dan ontvangt, de vader van de totaliteit, is blij dat je terug bent gekeerd, maar dan vanuit een bewust ervaren van. En degene die thuis is gebleven, daar wordt minder aandacht aan besteed. Ja. Want die moet nog op weg. Of die ooit wil gaan. Hè? Maar die reis moet gemaakt worden. Ja. Ja. Het heeft dus ook geen zin om nu te denken, oh, ik ga mijn kinderen hier tegen beschermen. Die hoeven nooit die reis te maken. Nee, maar je moet kinderen de ruimte geven om hun gevoelens te vertellen wanneer de moeilijkheden ontstaan. Maar je moet ze geen advies geven in het verhaal. Je moet ze altijd vragen naar wat er gevoeld is. Ja. Of wat er gevoeld wordt. En dan vaak door zelf met een vergelijkend iets te komen. Dus iets waarmee een kind zich kan associëren. En waardoor het een eigen oplossing vindt. Maar als je een kind hebt wat zacht is en niet terug kan slaan, die moet je niet tegen zeggen van, jij mag van mij er ook op slaan, doe dat maar de volgende keer. Van mama mag het wel, weet je. Niet? Want, nee, want dat kind kan dat niet. Want die zachtheid ervan is daar niet bij machten om dat te kunnen. Ja. Dus je kan veel beter vragen naar, oh god, jeetje, dat was wel heel erg naar. En laat het kind gewoon het uithuilen, bij wijze van spreken. Ja. Jij doet dat in satsangs ook, hè? Ja, soms, ja. Ja, ja, maar ook dus dat je niet rechtstreeks tegen iemand zegt van jij moet dit of dat doen, hè? Want mensen houden er ook helemaal niet van de hele tijd advies te krijgen wat ze moeten doen. Maar dan noem jij een soortgelijk voorbeeld ik had ooit eens een vriendje en deed dit en dit. Ja. In de hoop dat die ander daar iets uit oppikt. Ja, want het associatieve is een mogelijkheid om de ander zijn eigen pad te laten lopen in zijn eigen beslissingen. En het associatieve ervan werkt op de een of andere manier. Dus als je eerst een verhaal vertelt waar iemand mee zit, wat zegt, oh ja, dat was eens een keer en dat was zo verschrikkelijk en dat was nog erger, weet je wel, dan dat diegene dat vertelt. En dan moet je daar tegenover een positieve uitkomst zetten. En dat werkt ergens op de achtergrond altijd als een mogelijkheid om daar zelf tot een oplossing te komen of iets. Ja. Heel vreemd, maar dat is op onbewust niveau heel erg diepgaand, hoor. Maar we zullen het tot slot echt zelf moeten doen, hè? Ja. Ja, maar je kan alleen maar naast iemand lopen. En daarvoor zijn en niet het pad willen. Ik heb dan zelf al die fouten ook gemaakt met mijn zoon, hoor, eerlijk gezegd. Ja. Ik maakte zelfs, ik kan elk handschrift imiteren, want ik ben een kunstenaar die daar mee geboren is. Ik denk dat ik links kan schrijven, rechts kan schrijven. Dus ik maakte zelfs zijn huiswerk om hem te ontlasten. Ja. Ik deed alles voor hem om hem maar niet nog meer stress te laten krijgen. Ja. Maar de uitkomst is dat niet helpen eigenlijk de beste hulp was. Want dan moet hij zelf een besluit nemen. Dus de guru is er ook niet, of de leraar is er ook echt niet om jouw shit op te ruimen? Nee. Een leraar is, ik denk dat de functie van de leraar is ervoor te zorgen dat je zelf als leraar niet meer nodig bent. Ja. Je mag niet iemand aan je binden door steeds de halve waarheid te vertellen of zo. Dat gebeurt nog wel eens, hè? Ja, zegt weet men. Het niet. Dat zegt men. Ja. Maar ja, zodra je wel je eigen klandizie de kop om, Jonica. Mm-hmm. Want dan hoeven mensen niet meer jarenlang naar je toe te komen. Nee, dat klopt. Maar ja, er komen steeds nieuwe mensen, dat zei ik toch al. Ja. En daar zitten we op in. Ja. Jonica.nl, alle info als je hier een prachtige overlange langs wil komen of wil blijven logeren en een satsang bezoeken. Nogmaals bedankt, Jonica. Dank je wel.